Elk jaar verschijnt er een nieuwe versie van Photoshop Elements. In oktober 2019 is versie 2020 op de markt gekomen. Ten opzichte van de vorige versie is er niet veel veranderd, maar er zijn wel weer een aantal nieuwe functies bijgekomen. En het programma werkt weer sneller dan de vorige versie. In deze video laat ik je de nieuwe toevoegingen zien. In het fotovak zie je de foto's die nu geopend zijn en waar ik de nieuwe functies mee laat zien. Om te beginnen maak ik deze oude foto actief. Dit is een foto van mij met mijn oma en mijn twee oudste broers. In het menu Verbeteren zijn twee nieuwe functies bijgekomen. De eerste is foto inkleuren. Er verschijnt nu een nieuw scherm, met aan de rechterkant vier mogelijke omzettingen naar een kleurenfoto. De bovenste optie is nu actief en is toegepast op de foto, maar je kunt ook op een van de andere opties klikken. Ik kies de bovenste. Als je goed kijkt, dan zie je dat er wel wat kleine foutjes zitten in de foto. Het handje hier bijvoorbeeld is nog zwart-wit. En mijn broers oren staan er ook niet zo gekleurd op. Hier bovenaan kun je de omzetting op handmatig zetten. Nu heb je verschillende selectiegereedschappen tot je beschikking om iets te selecteren. Bijvoorbeeld het handje. Daarna kun je een druppel plaatsen in het geselecteerde deel. En tot slot kun je een kleur toekennen aan de selectie waar die druppel in staat. Je kunt met behulp van het kleurenpalet en de kleurenbalk een kleur uitzoeken, of je kiest met het pipet een andere kleur uit de foto. Onderin het scherm kun je het schuifje uitzetten bij druppels weergeven om het resultaat beter te bekijken. Alles wat je van kleur wilt veranderen kun je op die manier selecteren en een kleur geven. In de online cursus van Photoshop Plezier wordt dit allemaal uitvoerig uitgelegd. Als je tevreden bent, klik je op OK. Je kunt deze functie overigens ook gebruiken om in een kleurenfoto een onderdeel van de foto een andere kleur te geven. Bijvoorbeeld om een groene trui om te zetten naar een rode trui. Ik selecteer nu een andere foto. Hier ben ik ietsje ouder dan in de vorige foto. In het menu Verbeteren vind je ook de functie Huid egaliseren. Er opent zich een venster met cirkels om alle gezichten die Photoshop Elements gevonden heeft. In dit geval twee gezichten. De blauwe cirkel is de actieve cirkel. Je kunt nu per gezicht de mate van egaliseren bepalen met dit schuifje hier. Daarna klik je op de andere cirkel en verbeter je de huid voor die persoon. Als je inzoomt kun je het wat beter bekijken. Dit is voor verbetering en dit is na. Als je tevreden bent, klik je op OK. De derde nieuwe functie vind je in het menu Selecteren. Hier zie je staan Onderwerp. Als je erop klikt, dan selecteert Photoshop Elements helemaal automatisch het onderwerp in je foto. Onmiddellijk zijn nu de twee personen geselecteerd. Perfect is het nog niet helemaal, maar het is een goede start voor een eerste selectie. Hiertussen is bijvoorbeeld nog wat groen geselecteerd en mijn haren zijn ook niet helemaal perfect. Als je nu een selectiegereedschap actief maakt, dan zou je met de functie Randen verfijnen de selectie nog wat kunnen verbeteren. Overigens zie je hier bij de opties ook de functie Onderwerp selecteren staan.
Dat is dezelfde functie als die in het menu. Ik maak nu de foto van het bruidspaar actief en klik op die knop. Nu wordt het bruidspaar automatisch geselecteerd. De selectie is weer niet helemaal perfect, vooral hier bij de bloemen niet, maar het is een hele goede start. Ik deselecteer de selectie weer met Ctrl-D. We bekijken tot slot de twee nieuwe functies bij bewerken met instructies. De eerste die ik wil laten zien zit bij grappige bewerkingen en heet patroonpenseel. Met het patroonpenseel kun je allemaal leuke patroontjes over je foto verven. Je hebt de keuze uit 15 verschillende patronen. Je kiest eerst een patroon. En vervolgens bepaal je of je het patroon zelf aanbrengt met een penseel, verf heet dat, of dat je de foto automatisch laat vullen met het patroon. Klik in het laatste geval op Vulling. Standaard staat onderwerp beveiligen aan. Als je deze uitvinkt, dan komen de hartjes ook over je onderwerp te staan. Ik zet het vinkje weer aan. Eventueel zet je de dekking wat lager. Met het patroongummetje kun je eventuele ongewenste hartjes weer weggummen. En tot slot kun je de achtergrond wat vervagen, zodat het bruidspaar nog beter opvalt. Het patroonpenseel komt ook uitgebreid aan de orde in onze online cursus Photoshop Elements. Ik klik op Volgende en ga naar de expertmodus. Ik maak nu de zeilbootfoto actief. De andere nieuwe bewerken met instructies vind je bij de basisbeginselen en heet Object verwijderen. Je kunt hiermee ongewenste objecten uit je foto verwijderen. Je ziet hier de foto voor en na. Aan de rechterkant kun je weer kiezen uit verschillende selectiegereedschappen. Laat ik nu kiezen voor de lasso. Vervolgens kun je in de foto je ongewenste object grof selecteren of heel precies. Met de lasso is het logischer dat je het object grof selecteert. Vervolgens klik je op de knop Object verwijderen. En weg zijn de windmolens. Zo gemakkelijk zal het echter niet gaan bij elke foto. Daarom kun je vervolgens met het snelretoucheerpenseel of met de kloonstempel of allebei nog correcties aanbrengen. Ik klik nu op Volgende en ga weer naar de expertmodus. Dit waren de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 2019. Twijfel je of je deze nieuwe versie aan wilt schaffen? Elk jaar maken wij een blog en vaak ook een video over de veranderingen en vernieuwingen van de nieuwste versie. Als jij bijvoorbeeld versie 15 hebt, bekijk dan de blogs over de vernieuwingen van versie 2018, 2019 en 2020 om te bepalen of je toe bent aan een volgende versie.